Ik ken jou vanuit de media al veel langer. Toen vond ik je... Dan ken je me niet. Nee, je leek me ook niet zo interessant. Nee. Totdat ik je eigenlijk zag bij VI. En toen dacht ik van wauw, wat mooi dat je eigenlijk met een kwetsbaar verhaal durft te komen bij een doelgroep die, nou ja, die daar misschien toch wat minder makkelijk mee omgaat. Nou, er zit veel ouds hier aan tafel hoor, bij VI. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En daar gaat je boek ook over, Oud-Zeer. En er staan gewoon hele leuke, interessante dingen in. En het eerste waar ik het over wil hebben eigenlijk is... je hebt het over bijvoorbeeld... wat leuk is uit jouw vakgebied, want jij komt uit de psychiatrie. En ik weet niet zo goed hoe ik het moet benoemen, maar je hebt zeg maar positief en negatief. En het komt erop neer dat je kan zeg maar... je kan echt fysiek geslagen worden. Hè? Dat kan natuurlijk dat levert een trauma op. Maar je kan ook getraumatiseerd worden door dingen die er ontbreken. Een warme band, een dit en een dat. Ja, je duikt echt gelijk het diepe in. Ja. Maar ik ga je dan ook wel gelijk een beetje corrigeren. Kijk, ik stoor me enorm aan de hyperinflatie van het gebruik van het woord trauma. En dat wat je als kind niet hebt ervaren, wat er niet was, dat moeten we vooral geen trauma noemen. Want trauma is een overval, een verkrachting, mishandeling. Mm-hmm. Dus iedereen weet wel ongeveer wat echt trauma is. Ja. En tegenwoordig als je hond doodgaat, is dat ook al een trauma. Daar moeten we niet heen. Waar het wel over gaat in dat boek ook, is dat het niet opgegroeid zijn in een warme omgeving waarin je kind kon zijn, waarin je niet hoeft te bekommeren om dingen die niet van jou zijn als kind, waar je niet voor je ouders hoeft te zorgen. Nou, dat hele scenario, dat krijgt veel te weinig aandacht. En wat we er ondertussen van weten, is dat de impact daarvan in het latere leven waarschijnlijk, zeer zeker, groter is dan de impact van traumatische ervaringen. Dus het gaat om het niet-traumatische, wat een mega grote impact heeft. Nou, dat is Oud-Zeer. Ik ben met je eens, maar ik vind ook dat daar een ander woord voor moet zijn. Ja. Maar is dat er? Nee, maar kijk, toen Bessel van der Kolk zomergast was, en Bessel van der Kolk, daar moeten wij allemaal dankbaar voor zijn, dat die bestaat en dat hij heeft gedaan wat hij gedaan heeft. Aan het begin van die uitzending zei hij, een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat het niet in de DSM staat, affectieve verwaarlozing. En hij zei ook nog iets over dat hij daar voor had gelobbyd. Maar op de Bavianenrots van de psychiatrie is Bessel van der Kolk niet zo heel erg hoog. Dus hij is in de wereld van belang, maar in de pikorde van het breindenken stond hij nooit zo hoog. Nee. En de interviewster liet dat lopen, want de betekenis van het niet hebben van een diagnose op het terrein van neglect, van verwaarlozing, van dat wat er niet was, betekent dat er geen aandacht voor is. En dat is sowieso natuurlijk een probleem. Iets wat er niet is, dat laat zich nauwelijks onderzoeken. Ja, ja, ja. Want ik weet amper iets van jou, maar ik weet zeker dat jij hier... Dat er in jouw leven dingen zijn geweest die er beter wel hadden kunnen zijn toen je jong was. En ik denk dat voor de overgrote meerderheid van de volwassenen geldt, dat ze op een dag ervaren dat er iets niet lukt, of dat iets wat er niet was, dat ze hindert. Maar ja, hoe kwantificeer je dat? Hoe doe je een prospectieve wetenschappelijke studie naar de impact van iets wat er niet was? Het is geen diagnose. Er zijn geen vragenlijsten voor. Nou, het wordt heel lastig. Ja, en daardoor blijft het liggen. En omdat het is blijven liggen, en ik daar nu een boek over heb geschreven met een pakkende titel, krijgt het nu een beetje aandacht, maar we zijn nog maar net begonnen. Ja, nee, precies. Ja, ik blijf nu zitten met de vraag, hoe kwantificeer je dat? Ik denk als je een taart bakt en je stopt er geen zout in, dat je dat ook kan proeven. Dus iets wat er niet is, kan je ook wel meten. Ja, maar hoeveel zout is nodig? Kijk, dus als je weet dat zout in een taart toch wel van belang is, Dan kan je gaan bedenken hoe je zorgt voor voldoende zout. Ja, ja. Maar heel veel mensen hebben geen flauw idee dat er zout mankeert aan hun gerecht. Ja, precies. Dus, okay. Dan zijn we nog... Nou ja, goed, dat snap ik. Ja. Ik ben er...
Ja, het geknuffeld worden. Ja, het klinkt allemaal verschrikkelijk soft. Maar het geknuffeld worden, dat is het zout in de pap. Ja, ja. En er is natuurlijk nooit iemand die bij de GGZ aanbelt, die als vraag krijgt, is er geknuffeld? Want dat zit niet in de diagnostiek. Hoeveel bent u geknuffeld? Ja, en de knuffelvragenlijst die bestaat ook niet. En omdat er geen diagnose is, kan je er geen onderzoek naar doen. Want als het geen diagnose is, wordt het niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Dus het is echt heel lastig. Even een hele grote sprong is bijvoorbeeld seks- en pornoverslaving. Een heel groot probleem in deze wereld. Heel veel mannen zijn goed in seks en porno, maar zijn niet goed in liefdevolle intimiteit en, mm-hmm. en verbinding maken. Maar de diagnose staat niet in de DSM. Dus wat gebeurt er? Het wordt niet onderzocht. Het wordt niet volgens principes behandeld. Want er is geen onderzoek wat je kan sluiten bij een wetenschappelijk tijdschrift. Want het wetenschappelijk tijdschrift zegt, ja, de mensen in jouw onderzoek die moeten voldoen aan de DSM-criteria van, er zijn geen DSM-criteria. Nee, precies. En misschien helpt het ook niet mee dat er dan ook geen farmaceutische interesse voor is. Maar misschien dat jij meer vanuit de psychiatrie werkt met DSM. In mijn werk als lichaamsgericht therapeut, zeg maar, hebben we dat niet nodig. En komen mensen gewoon met waar ze last van hebben. En wat ik merk, en dan vond ik dit leuk om te lezen, is dat, kijk, ik ben geadopteerd, dus ik weet altijd van, nou, hè, dat is mijn trauma en daar ben ik de rest van mijn leven mee zoet. Ja, maar wacht even. Dat je geadopteerd bent, heeft een mega grote impact op je. Mm-hmm. Maar waarom is het nou een trauma? Nou, het is een trauma. Jeetje. Het trauma is, ja, ik weet alleen, ik kan alleen de bouwstenen van het vermoeden van het trauma hebben. Hè? Dus je hebt, zeg maar, op aarde hebben ze het vermoeden dat de dinosaurussen zijn uitgeroeid vanwege de impact van de dingen. Ja. Ik zie in mijn hele leven dat ik iets heb meegemaakt wat mij gedissocieerd heeft gemaakt. Mm. Wat moeite heeft met verbindingen maken. Mm. Wat het eng vindt om aanwezig te zijn. Wat super kritisch is. Altijd bang dat hij het fout doet. En die zelf weinig waarde toedicht zichzelf. Dus nou, het is een interessante vraag. Want ik heb eigenlijk. Maar dat bedoel ik. Ik heb geen verstand van adoptie. Maar dit is toch allemaal dat wat er niet was? Een veilig, embedded, warm, betrokken. Dat. En natuurlijk het moment dat je als kind wordt gedumpt, even heel plat. Natuurlijk kan je zeggen dat heeft traumatische impact. Maar Misha Blok, de journaliste die net een zoektocht heeft ondernomen naar haar biologische ouders, kwam tot een enorm troostende ontdekking dat haar Koreaanse moeder, dat die wel onvoorwaardelijk van haar heeft gehouden. En wat er goed is gegaan in haar leven, en er is heel veel echt goed gegaan, koppelt zij toch ook aan, ja, toen ik een kindje was, is ze wel onvoorwaardelijk van me gehouden. En haar vader bracht haar naar het kinderthuis van vaderschap. Is het niet eigenlijk productiever om te denken in termen van, heb je gekregen wat je had willen hebben? En dan zonder in dader- en slachtoffertermen, want dat hangt ook aan trauma. Je bent al snel een slachtoffer als je een trauma hebt meegemaakt. Maar daarbij weg te blijven en te zeggen, ja, dat jonge ventje die heeft heel veel niet gekregen. En je hebt nergens recht op in dit leven. Zo vreed is de natuur. Maar om het een beetje fijn te hebben, is het wel fijn dat die eerste jaren een beetje onbekommerd verlopen. En daar, nou ja, dat heeft een enorme impact als dat niet goed is gegaan. Maar willen we dat nou trauma noemen? Nou ja, ik weet geen ander woord. Nee, en dat is dus het probleem. Dus, nee, maar goed, maar waar ik naartoe wil is het volgende. Maar kunnen we dan niet zeggen dat je veel oud zeer hebt? Nou ja, laten we dat als term gaan gebruiken. Oud zeer. Nou ja, een van de grootste complimenten. Laat ik er één woord van maken. Nou oud zeer. Ja, nou ja, een van de grootste complimenten die ik kreeg van een professional op LinkedIn over dat boek. En ze zei, die werkt in een kleine zorginstelling, en zei, we hebben nu met z'n allen hier besloten om het niet meer te hebben over kindtrauma, maar over oud zeer. Hmm. En oud zeer is ook zachter. Weet je? Ja, het gaat ook over zachtheid. Nou, ik vind het wel mooi. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Nou ja, waar ik naartoe wil, is het volgende. Ik kwam voor mijn praktijk heel veel mensen tegen die
inderdaad geen... Ik dacht dat, nou ja, mij is duidelijk, schokkend. Hè, iedereen vindt het ook heftig. Jij misschien iets minder, maar iedereen reageert altijd goed daarop. Hè? Dat is een trauma. Check. Adoptie. Maar ik kwam heel veel mensen tegen die eigenlijk niet konden terughalen wat er nou gebeurt, wat er nou mis was. Ik kan nog een cliënt herinneren die juist alle vrijheid in van zijn hippie ouders had gekregen. En die met zijn 7 jaar zat hij op tienertour ergens 200 ja. kilometer van huis. Ja, dus niet liefdevol begrensd. Nee, precies. Hij is ook ouders hier. Ja, nou precies. Ja. En die mensen, die kom ik heel veel tegen, die zeggen, ik ben gelukkig opgevoed, mijn ouders hielden van me, ik kreeg alles, dit en dat, maar toch. Hè, ze zitten ergens mee, ze hebben inderdaad oud zeer. Nee, het is, we moeten maar ophouden zo over dat trauma, maar het is ook een soort van oneerlijk, we leven zo'n in check-the-boxes cultuur, hè? Zeker in die reguliere GGZ. Dus de vinkjes worden gezet en dan heb je je label en dan heb je entree tot de verzekerde zorg. En los van de voordelen die dat biedt, het is niet fair, omdat mensen die enorm kunnen lijden onder dingen van vroeger, maar niet de juiste vinkjes hebben, die wordt eigenlijk zorg ontzegd. Dus kijk, ik zeg altijd met een dikke knipoog, mijn diagnose betonrot. Dus het zit gewoon in mijn fundament zitten een paar echt hele rottige plekken. Dus als ik probeer op een van die rotte plekken om daar iets op te zetten, dan zakt er doorheen. Relaties met vrouwen, dat is echt, mijn betonrot zit daar. Ja. Heb ik een traumaatje waarmee ik het kan verklaren, waardoor iedereen zegt, oh, wat zielig voor je. Ja, nou, ik heb ook nog wat slechte ervaringen op seksueel gebied met vrouwen, maar ja. Dat is niet het probleem. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat die slechte ervaringen met die vrouwen, dat die vooraf gegaan werden door iets waardoor ik me niet goed te weer heb kunnen stellen. Dus ik wil het eigenlijk niet trauma noemen. Ik wil het eigenlijk, en dan kom ik bij mijn grote held Voetrennen. Ik wil de mens begrijpen als een logisch te begrijpen product van zijn levensgeschiedenis. He, dus jij bent volstrekt verklaarbaar als ik voldoende mijn best doe vanuit jouw historie. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom hebben we daar het woord trauma bij nodig? Nee, ja, oké. Okay. Ik zal het niet meer gebruiken, Bram. Nou ja, kijk, ik het is leuk als iemand meeluistert en wat aan heeft, maar ik ben ook al heel blij als ik jou nog op een nieuwe gedachte kan brengen waar je wat aan hebt. En het heeft mij heel veel gebracht, want ik ben de laatste man op aarde die het zichzelf toe zou staan om te spreken over trauma's. Terwijl, het was niet echt een hele lekkere jeugd die ik heb gehad. Nee. Maar ja, goed, even los van hoe we het dan noemen. Hè. Je wordt gevormd door ervaringen en inderdaad, daar heb je de rest van je leven heb je nog profijt van, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Daar kun je wat mee. Daar ligt eigenlijk mijn interesse van, hè, hoe werken we mensen, hoe leven, hoe opereren, hoe doe jij het, hoe doe ik het. Ja. En goed om te horen, oud zeer vind ik een heel goed idee om inderdaad een onderscheid te maken tussen gewoon de opvoeding waarin misschien dingen nog iets meer aanwezig hadden kunnen zijn. Je hebt het net al over vinkjes. Hè? Je hebt ook in het boek over de 7 vinkjes van hoe heet je meneer? Luijendijk. Ja, dankjewel. Jij voegde 1 vinkje aan toe. Ik dacht nog van eigenlijk, hè, hij bekijkt het vanuit succes op de maatschappelijke ladder niveau. Je zou misschien ook best wel een heel boek kunnen schrijven over 7 vinkjes die nodig zijn om een plezierig leven te leiden. Heb je daar een idee over? Wat zouden fundamenten zijn waarop je minder getormenteerd bent of minder oud zeer, of geen oud zeer hebt? Kijk, wat mij betreft een hele belangrijke relativering is dat al die ellendige dingen van vroeger, die wel of niet gebeurd zijn, die vormen je, maar niet alleen maar in negatieve zin. Dus het feit dat jij hier met mij een podcast zit op te nemen waar een paar luisteraars iets aan beleven, komt indirect wel voort uit jouw eigen geschiedenis. Want jij bent vanuit die geschiedenis het werk gaan doen wat je doet. En daarom wil je met mij dit gesprek voeren. Dus er zit ook een kracht in. Mm-hmm. He, dus het is Nietzsche. What doesn't kill you makes you stronger. Mm-hmm. En dat moeten we nooit vergeten. We moeten altijd ons realiseren
Kijk, als jij niet een gevoelig, fijn besnaard beestje was in de kern, dan was je niet waar je nu bent. En dat gaat veel verder terug, want de biologie in de stamboom boven jou, die zit in jou en die krijgt een vorm en een gedaante op geleide van de dingen die gebeuren. En dat is nooit per definitie alleen maar negatief. Dat, wie jij bent, daar zit heel veel goeds aan. Ja, en dat mogen we nooit vergeten. En waar je dan natuurlijk, je hebt het als vertrekpunt over complementaire zorg, waar je dan in belandt, is een veld wat veel meer ook naar de krachten van mensen kijkt en naar de mogelijkheid om mensen nog meer in hun kracht te zetten dan alleen maar naar de negatieve gebeurtenissen of de irrationele overtuiging of noem de hele rimram maar op waar die GGZ omheen geconstrueerd is. Mijn stelling is dat ze per definitie de helft laten liggen. Want de helft is wat je allemaal wel kan. Ja, of wat je ermee kan. Ja, nou ja, en daarom, dat is een van de argumenten achter. Het is niet alleen dat het medisch model niet goed is, maar we moeten echt naar een ander model. We moeten in balanstermen gaan denken. Ja. Want je kan klachten verminderen, maar je kan ook krachten vergroten. Ja. Dus hoe beter jij vanuit je binnenwereld door het leven beweegt, hoe makkelijker het leven voor je wordt. Heeft niks met je geschiedenis te maken. Heeft gewoon te maken met het werkt als je je gevoel een beetje als vertrekpunt neemt. Nou, dat kunnen we echt allemaal steeds slechter. Ja, ja. Nou ja, kijk, dat is een goeie. Ik denk ook dat de uitnodiging is om je pakketje, hè, wat je meekrijgt, om dat te onderzoeken en daar de dingen uit te halen. Uiteindelijk ben ik enorm blij dat mijn leven zo gelopen is als het gelopen is. En haal ik er heel veel kracht uit. Maar jij ziet waarschijnlijk in je werk veel mensen die dan het labeltje solk of alk heet dat tegenwoordig hebben, dus de onverklaarbare lichamelijke klachten. En waar het al eigenlijk gelijk misgaat in de zorg, is dat ze zeggen, nou, dat moet weg. Hè? Dus alles is erop gericht om die klacht te verhelpen. Wat je altijd laat liggen, en als ik zo'n klacht heb, ik heb zo'n klacht gehad, dan natuurlijk wil je er van af. Maar wat altijd blijft liggen is de vraag, wat wil die klacht jou vertellen? Wat heeft die klacht in zich als boodschap? Steeds meer mensen hebben last van piepende oren. Nou, dan wordt een diagnose, wordt dan tinnitus, wat gewoon potjes Latijn is voor oorzuizen. Ja. Maar waarom zuizen je oren? Ja. Dit is toch een ongelooflijk belangrijke vraag. Die blijft in de zorg helemaal liggen. Hup naar de KNO-arts, scan. Ja, ja, ja. En dan vinden ze dus niks. Ja. Omdat de vraag, wat die oren je duidelijk proberen te maken, die wordt niet beantwoord. Nee, precies. En daar zit natuurlijk interesse in. En tenminste, die interesse moet je ook hebben. De meeste mensen willen dat gewoon dat weg is. Maar dan kom je eigenlijk ook op het verschil tussen pijn en lijden. Hè? Mensen willen dat wat ze hebben, dat er niet is. Ik zie nu heel veel mensen met long-covid-achtige klachten die van de buitenkant, is altijd makkelijker natuurlijk, maar zie dat daar, ja, echt dingen naar boven komen die nog al heel lang geen aandacht hadden en nu zeg maar niet meer de energie hebben om dat te onderdrukken of zo. Hè? Dus elke... Maar dat is natuurlijk, en dat mag je allemaal niet zeggen, maar ik doe het lekker toch. Dat is het cadeau wat ook long covid kan betekenen. Ja. Maar dat betekent dat je bereid moet zijn om het uit te pakken en in volle omvang te beschouwen. En dan zijn die klachten natuurlijk hartstikke hinderlijk. Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Dan gaan mensen voor de trein vanwege een piep in hun oren. Dus onderschat niet de klacht. Maar de betekenis, het blijft liggen, man. Het is allemaal helemaal platgeslagen in procedures en protocollen. En het er doorheen kijken. Ik heb dat ook moeten leren. Ik ben ook gewoon een ervaringsdeskundige. Mijn cerebellum begaf het. En de dokters konden niks vinden. En het enige wat me verder heeft geholpen in die end was dat ik mezelf de vraag durfde te stellen, wat heeft mijn cerebellum me te melden? Hmm. En het antwoord durf je ook binnen te krijgen? Ja, dat denk ik, ja. Oh, ja, het is interessant, want het cerebellum gaat, dat gaat over evenwicht. Dus ik viel letterlijk om de hele tijd. En ik was totaal uit balans. Dus het was letterlijk, de metafoor, die kon ik letterlijk nemen. Waarom heb ik geen balans? Ja. Nou, dat was heel eenvoudig. Zoals mensen een burn-out krijgen of tinnitus, zo kreeg ik het aan mijn cerebellum, want er was geen balans. Ja. Dus
de boodschap was heel eenvoudig. Waarom ben je zo uit balans? Nou, het was natuurlijk een klassiekertje. Te veel in het hoofd, te weinig in het lijf. Te veel inspanning, te weinig ontspanning. Nee, je kan het allemaal uittekenen. Maar ik denk, we hebben het over complementaire zorg inderdaad. Hè? Die wereld draait op het feit dat mensen die vraag, die van de buitenkant dat het heel vrij makkelijk lijkt, niet bij zichzelf kunnen vinden of het antwoord niet. Nee, maar wij moeten hier opnieuw de grote filosoof Johan Cruijff citeren. Die het zei in relatie tot voetbal, maar ik trek het breder. Cruijff zei, simpel voetbal is het moeilijkst. Ja. En ik denk dat eigenlijk dat je kan zeggen, simpel leven is het moeilijkst. Terwijl jij en ik en iedereen hier in dit dorp en iedereen in Nederland weet dat eigenlijk een simpel leven het fijnste leven is. Maar wat dat dan is en hoe je dat doet, we hebben geen idee. Want we moeten de hele dag van alles en we weten eigenlijk niet van wie we van alles moeten. Dus om terug te komen naar simpel, bazaal, hè, dus jij helpt mij en ik geef jou een bloemkooltje omdat je mij geholpen hebt en morgen help ik jou en dan krijg ik van jou een zakje aardappels. Dat is waar zorg begonnen is. Ja. Dus dat was iets heel simpels tussen twee mensen en die hielpen elkaar. En dan zeiden ze, nou ja, weet je, dan krijg jij van mij een bloemkool. En zo simpel is het begonnen. En hoe fijn zou het zijn als we daarna teruggaan? Want we waren al duizenden jaren met elkaar onderweg sinds de oerknal of Adam en Eva, whatever you want. En in een paar honderd jaar hebben we het volledig verkloot. De uitvinding van geld was het gruwelijkste wat ons is overkomen. Nou ja, goed door de bocht, maar het moet maar. Nee, maar ook meteen een brug die ik pak voor mijn volgende vraag. Over vroeger gesproken. Hè? Ja. Want vroeger was alles beter. Maar we hebben allemaal, of tenminste veel van onze generatie, zijn opgevoed door ouders die inderdaad een stuk killer waren. Een stuk minder knuffelig. Hè? Dus ik ben daar ook, ik weet niet of je het weet hoor, maar ik ben wel benieuwd van hoe kan het, hè, dat die generatie voor ons zoveel killer, afstandelijker en minder empathisch waren. Heb jij daar zicht op? Nou, dat is absoluut ook de waan van de dag. Dus in die tijd, zeker bij jongetjes, werd er toch gestuurd op niet huilen, flink zijn, doorzetten. En als je wel veel huilde, dan werd je ook gewoon uitgemaakt voor meisje. Je bent geen meisje. Ja. Dus het was enorm seksistisch. En er was gewoon geen aandacht voor het gevoel. En mijn moeder, die veel te jong moeder werd en natuurlijk ook niet wist hoe dat moest, die liet zich inspireren en instrueren door dokter Spock, een Amerikaanse kinderarts die een dik boek had geschreven. Als mijn moeder het niet wist, zocht ze het op. Ja. Nou, die dokter Spock is later in opspraak geraakt omdat hij zijn kinderen mishandelde. Dus die wist zelf ook niet hoe het moest. Nee, die heeft wel wat en dan werd ik met mijn kinderwagen in de tuin gezet terwijl het vroor. Want dokter Spock zei dat het goed was voor de longetjes. Ja, en dan stond ik daar te schreeuwen en dan gewoon laten huilen. Dat is goed voor het kindje. Goed voor de longen, ja. En die tijd, dus dat is helemaal niet, dat valt mijn moeder niet te verwijten. In die tijd ging het zo. En andere moeders uit andere delen van het land die niet gereformeerd waren, maar katholiek of atheïst, die deden het net zo. Ja, nee, maar jij geeft ook in je boek aan dat jij al anders omgaat en waarschijnlijk jouw kinderen ook weer anders omgaan. Kijk, ik zie mijn kinderen, die hebben gewoon zo'n liefdevolle, ondersteunende vader. Dan ben ik, maar dat heb ik niet gehad en ik denk mijn vader nog minder. En ik heb wel eens verhalen gehoord van vroeger, die generatie daarvoor was het weer nog pittiger. En werden kinderen gewoon, moesten gaan staan bij het eten, er waren geen stoelen voor dat soort dingen. Dus ik vraag me wel eens af, en dat kwam ook weer door jouw boek, van waar komt die hardheid die steeds softer wordt? Is dat een tendens of was het meer een piekervaring? Waren we vroeger inderdaad liefdevoller toen we nog geen geld hadden? Was dat het dan? Nou ja, er zijn golfbewegingen. En ik denk dat er een generatie is die nu ergens om en nabij de 30 is, waar het best goed mee is gegaan. Maar het volgende probleem dient zich al aan. En dat is dat ouders en kinderen zich geen tijd meer gunnen om zich te verhouden tot hun gevoel. Omdat apparaten de aandacht wegzuigen. En als je op een apparaat bent, dan ben je niet in je gevoel. Dus de enorme toename van emotionele problemen, mentale dingen bij jongeren, die volgt wel op een ontwikkeling in hoe we leven.
die voor ons gevoelsleven echt dodelijk slecht is. En dan kun je dus iedere week, wat nu ongeveer gebeurt, een artikel publiceren over hoeveel jongeren een psychische stoornis hebben. Ik geloof dat het nu 50% is. Maar dat is natuurlijk totale onzin, want je bent het te begrijpen product van je omstandigheden. Dus we moeten als de gezwinde wie de weer gaan met elkaar afspreken dat we het gebruik van mobiele telefoons beperken tot 2 uur per dag. Ik noem maar wat. Ja. En dat die dan uitgaat, want technologisch is dat te doen. Ja. Als je 2 uur op je telefoon gezeten, dan gaat die uit. Ja. Ja. Nou, dat gaat de kwaliteit van leven van die jonge mensen enorm verbeteren. Ja, ja, dat klopt. Want ja. Ze stoppen nooit meer. Nee. En dat komt omdat ze verslaafd zijn, die apparaten. En dat komt omdat er commerciële bedrijven zijn die hun zakken daarmee vullen. Ja, je hebt gelijk. Er is een probleem aan de horizon inderdaad, op dit gebied. Ja. Ah ja, en dat is het zieke. En ik ben alles behalve een filosoof, maar kijk denk met mijn oude lullenverstand naar ontwikkelingen. En dan zie ik dat het in mijn vak verkeerd ging, omdat er een drijvende kracht was, financieel gestuurd, die heet de farmaceutische industrie. Die is uiteindelijk bepalend geweest voor waar we nu zijn. Maar waar we nu zijn in 2021 is een drijvende kracht, genaamd Apple, Google en die clubs. Ja. En die geven vorm aan ons leven. En leven doe je niet aan de hand van een product. Leven is simpel, als het goed is. Ja. Dus we worden steeds verleid om bij onszelf vandaan te gaan door mensen met belangen. Ja. En iedereen zegt de oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk, maar er zijn in de wereld heel veel mensen die zijn blij om met die oorlog. Worden er lekker geweren verkocht, Leopard tanks, nou binnenkort de vliegtuigen. Mm-hmm. Echt, die industrie, die gaat als een tierenlier met dank aan Poetin. Nee, maar serieus, zo ziek is het. Maar wat is de link daar met de oorlog? Nou, dat er dus drijvende krachten zijn die we misschien nog op een bepaalde manier wel waarnemen. Nee, we nemen ze eigenlijk niet waar. Dus we zeggen alleen maar de oorlog is verschrikkelijk. Ja. En dat is ook zo. Maar als je kijkt wat de oorlog in stand houdt. Pak die shootings in Amerika. Ja, hoe kan het dat eerst Obama en nu weer Biden echt zeggen, wij willen niet dat jonge mensen, weet je, een gastje van 6 die iemand doodschiet vorige week. Dat is toch te gruwelijk voor woorden. In wat voor wereld leven wij dat een 6-jarige met een geweer over straat kan lopen? Waar waren wij dan met z'n allen dat die situatie zich heeft voor kunnen doen? Ja, ja, ja. Nou, is een belanghebbende partij die extreem machtig is. Een miljardenindustrie, de wapenindustrie. En die kleurt ons leven. En in het simpele leven heb je geen geweer nodig. Nee, ik snap je. Maar ik zit zelf nog even met inderdaad, hè, de farmaceutische industrie, die in mijn kringen wordt die wel gezien als de bad guy. Hè? En af en toe is het wel goed, maar ik heb eigenlijk nooit zo stilgestaan bij de nieuwe industrie, de social media industrie, die net zo verwoestend is inderdaad. Ik zat toevallig laatst voor het eerst op Instagram en ik zag, ik kreeg de ene avond kreeg ik allemaal, hoe heet dat, van die pastries, lekker prachtige, lekkere gemaakte dingen. En de volgende dag kwamen weer allemaal ronde vrouwenvormen voorbij. Maar voor ik het wist, was ik 2 uur verder inderdaad. He, je blijft, het is heel verslavend. Je kan heel snel een hele avond kwijt zijn. Ja, en je wordt aangestuurd op je interesse. Dus ik zocht een keer iets voor mijn racefiets of zo. En de weken daarna werd ik bedolven op alle sociale media met aanbiedingen voor zadels, sportdrankjes, achterwielen. Nou echt, dat je echt denkt, waar ben ik beland? Ja, en we hebben hele verhalen over privacy. We hebben helemaal geen privacy, man. Hou op, ze weten alles van je. Ja, ja. Want je vinkt overal al een keer aan dat je het goed vindt. En hebben we cookies-politiek, maar je denkt toch niet dat wel of geen cookies accepteren, dat het verschil maakt. We zijn niet meer, we hebben niet meer de regie op ons eigen leven. En dat komt omdat ons bewustzijn, dat relateren we aan de hersenschors, maar dat stuurt ons. Ja. Hoe we ons voelen wordt niet gestuurd vanuit onze hersenschors. Hoe we ons voelen, dat is van binnen. Ja, en daar heeft Apple niks mee te maken. En de firma Prozac ook niet trouwens. Dus die binnenwereld, die moet ons leiden. En als jij goed kan voelen, dan weet je wat goed is voor jou. En dan kan je daarnaar handelen. En dan weet je goed wat goed is voor je kinderen. En dan ga je terug naar best wel simpel. Want je hoeft dan niks te kopen. Je hoeft dan alleen maar goed te voelen. Ja.
Nou, en daar, ja, dit is een enorme strijd die gaande is van de mensheid die gelooft dat, dat producten en kapitalisme een onbeperkte toekomst hebben. Terwijl, we weten natuurlijk al dat, ambtenaren die van 9 tot 5 werken en verder niks doen, dat die een aanmerkelijk rijker emotioneel leven hadden dan die gekken die 's ochtends om 6 uur beginnen en 's avonds om 11 uur ophouden. Oké, je pleit voor een simpel leven. Enorm, ja, enorm. En ik ben er heel slecht in, hè. Dus het is ook allemaal weer loodgieter, lekkende kraan. Ik pleit ervoor omdat het mij ook niet lukt. Even terug naar Oud-Zeer. Volgens mij heb jij ook ervaren. Ik bedoel, ik ben al best wel mijn hele leven met mezelf bezig in therapie en cursussen, dit en boeken lezen en zo. Maar ik kreeg, en ik zie om me heen ook na mijn 45ste of zo, kreeg ik wel weer een soort van. Ik kreeg dezelfde oerangsten die ik vermoed dat ik die inderdaad als kind heb meegemaakt. En ik zag dat ook om me heen. En ik dacht dat ook in jouw boek te lezen. Mm-hmm. Dat je misschien je hele leven bezig bent om dat te vermijden, maar na een leeftijd komt dat opeens, bam, tot je. Ja. Nou ja, we weten, dat heet het reminiscentie-effect, dat herinneringen aan heel vroeger, die steken ergens vanaf je 50ste weer de kop op. Dus ook mensen die er verder geen last van hebben, herinneren zich ineens dingen over hun basisschooltijd, die ze eigenlijk vergeten waren. Oh, dat komt echt naar je. Ja, dat is gewoon een bekend gegeven. Dus de geheugenwetenschappers die kennen dit allemaal. Oh. Dus Douwe Draaisma heeft er een heel boek over geschreven. Ons geheugen, en dat is wel een belangrijk punt, ons geheugen heeft maar zeer beperkte mate van autonomie. Dus als ik jou vraag om even terug te denken aan de tweede klas van de middelbare school, dan kan je heel erg gaan graven. Maar herinneringen aan die periode, die zitten voor een heel groot deel verstopt in je lichaam. Dus er gebeurt iets zonder dat jij het je bewust bent, een luchtje, Of iemand die passeert met een uiterlijk van een oude klasgenoot. Ja. En dan komt het hoep omhoog. Ja. En dat is helemaal oké. Okay, dus dat is gewoon wat het is. En wat er vervolgens soms wel en soms niet gebeurt, is dat je gevoel wat omhoog komt over vroeger kan linken met een gevoel van vroeger. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. En het is ook niet helemaal zeker of het gevoel wat jij in het hier en nu ervaart, of dat hetzelfde gevoel is wat je hebt ervaren toen je 3 was. Dat weet natuurlijk ook niemand. Maar dat ons gevoelsleven, onze herinneringen, dat die veel gecompliceerder in elkaar steken dan, ja, de hippocampus zet de herinneringen weg in de hersenschors en dan kan je ze weer terugvinden. En als je veel stress hebt, dan hapert je hippocampus. Dus dan krijg je gaten in je geheugen en onwillekeurige flashbacks. Dat is wat er gebeurt bij mensen met PTSS. Mm-hmm. Dat is neurobiologie van de hersenschors, van het brein. Het is veel ingewikkelder. En dan zijn we weer terug bij Van der Kolk, die er alsmaar aandacht voor is blijven vragen. En hoera voor hem. Dat er in ons lichaam van alles gebeurt wat qua impact en omvang, denk ik, veel groter is dan we ons realiseren. Ja. Maar ja, om een nieuwe telefoon te kopen heb je geen gevoel nodig. Moet je goed nadenken of het een aanbieding is wat je aanspreekt. Maar hoe heb je het zelf dan ervaren? Nou, komt nog wel één belangrijk ding bij. En daar zit ook wel echt een kritiek die ik heb op de reguliere zorg. Wij werden getraind in professionele distantie. Dus een houding waarbij je jezelf erbuiten laat. Mm-hmm. En dan moest je in je leertherapie, had je overdracht en tegenoverdracht. Nou, op alle mogelijke manieren werd ons aangeleerd om er als persoon buiten te blijven. En een heel belangrijk punt is, Ook al werkt dat goed, al werkt dat voor jou goed, of voor mij goed, er is nooit een onderzoek gedaan wat heeft aangetoond dat deze benadering de meest kansrijke is, of dat die beter is dan maximaal persoonlijk betrokken zijn. Ja. Dus ik heb ontdekt dat alles wat ik voel en waarneem bij mijn gesprekspartner, Dat doet heel veel met mij. Maar dat was taboe, want ik moest professionele distantie betrachten. Ja, ja. Maar als ik een gevoel wat jij bij mij laat binnenkomen, als dat bij mij resoneert als, hey, die jongen was ook eenzaam toen hij jong was. En ik kan dat aan jou teruggeven als, volgens mij ben jij ook lid van de Club van de Dolende Zielen.
Ik krijg een heel ander gesprek. Ja, ja, ja. En waarom mag dat nou niet? Ja. Is toch heel eigenaardig? Ja, ja. En ik val jou, als jij mijn klant bent, niet lastig met mijn misère. Maar weet je hoe lekker het is als je met iemand een existentieel probleem bespreekt, dat die ander zegt, ja, dat herken ik. Ja. Of, ja, daar ben ik ook geweest. Ja. Ja, en op heel plat niveau, jij gaat scheiden. Zeg, ja, ik heb een ruime ervaring in scheiden. Het is echt kloten. Ja, Heb je toch onder gesprek? Ja, dan heb je meteen een band. Ja, en ik denk dus dat zorg terug moet naar de menselijke maat. En dat klinkt allemaal heel politiek correct, de menselijke maat. Maar kijk eens hoe we er niet in slagen. Worden mensen kapot gemaakt in een toeslagenaffaire? Ik heb er verder ook geen verstand van. Nee. Maar één ding is duidelijk. De menselijke maat is volledig zoek. Ja, nee, zeker, zeker. En, maar aan de andere kant ook, ook weer net als met ziekte, hè, dan komt die schade weer naar boven. En ik denk dat nogmaals die complementaire zorg misschien juist daar wel het antwoord op is, omdat ze vanuit persoonlijk contact werkt. Ja, maar kijk... Wij leren meer vanuit de Rogeriaanse vaardigheden bijvoorbeeld, hè, empathisch, authentiek en respect voor wie er tegenover je zit. Mm-hmm. Maar als jij slecht in je vel zit, heb je dan een hersenziekte? Weet je, is het medisch model nodig om iemand te helpen die zegt, ja, ik voel me niet goed. En mensen die zich niet goed voelen, die grijpen niet naar hun hoofd. Hè? Je grijpt naar je hoofd als je niet weet. Mm-hmm. Oh, dat ben ik vergeten. Maar voor de rest, alles gebeurt in ons lijf. Ja. Ik voel het aan mijn water. Het loopt me dun door de broek. Wat heb je op je lever? Ja, ja. Mijn hart sloeg over. Mijn adem stokte. Alles gebeurt in het lichaam als het over gevoel gaat. Ja. En dan hebben wij teruggebracht naar medische aandoeningen. Er is geen complementaire zorg voor gebroken benen. Omdat het model van het gebroken been... Daar past de medische benadering perfect. Dus wat wil jij als je je been breekt? Je wil gewoon een bekwame chirurg of orthopeed die je been repareert. Het interesseert je helemaal niet of het een hark is. Of dat hij zijn vrouw slaat. Of zijn man. Dat zijn ook vrouwen die dat doen. Interesseert je allemaal niks. Je wil gewoon dat je been gefixt wordt. Dat is het medisch model in optima forma. Ja. Meer is er niet nodig. Nee. Het maakt ook niet eens uit of je een mannetje van 23 of een vrouwtje van 87 bent die de heup heeft gebroken. De heup moet gefixt. Ja. Maar in het leven, in ons gevoelsleven, zit zelfs om dat gebroken heupje, zit enorm veel verhaal en context en weet ik veel. En daar hebben we geen medisch model voor nodig. Dat is humanistiek, antropologie, weet ik hoe we het gaan noemen, sociologie. Het is alles behalve medisch. Maar jij komt uit die medische wereld. Je bent er volgens mij ook uitgestapt. Ja, waarom denk je? Ik heb een idee. Nou ja, dit is de cursus oogkleppen heb ik gevolgd. Ik wil dat jij er weer terug in gaat. Nee, natuurlijk niet. Fix it from inside out. Ja, maar kijk... Een van mijn pijnpunten, dat zal ik met je delen. Ik moest eruit omdat iedereen... het zwiebertje effect, zeg maar, daar heb je hem weer. Dat werkt niet. Dus ik zat vast in die rol en die rol paste mij niet. Dus ik was een grimmig, boos ventje. Ik kon die rol best goed. Maar ja, Joop Doderer was een acteur die ook wel eens iets anders wilde spelen dan zwiebertje. Dus ik had een andere rol nodig en die kon ik binnen die kaders niet vinden. Dus ik ben er uitgestapt en dat is het beste besluit dat ik heb kunnen nemen. Het heeft me even jaren gekost om daar te komen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat het voorbij was, voelde ik me beter en kon ik me meer ontplooien als mens. Ja, dus het heeft mij veel goed gedaan. Waar ik nu pijn over heb, is dat mensen als jij, die waarderen dat boek. En ik krijg gevraagd en ongevraagd reacties die echt roerend zijn. Hè, wat het de mensen brengt, daar ben ik dankbaar. Maar wat mij nog steeds pijn doet, is dat al die gevestigde ordertypes steeds meer met politiek correcte teksten komen als de mens is meer dan zijn label en weet ik veel. Hè? Dan denk ik, nou ja, dat heb ik nou toch al jaren geroepen. Ja, ja, ja. Maar waar blijft het complimentje? Wanneer gaat de professor op psychiatrie die op primetime bij Nieuwsuur of Buitenhof, weet je, de gangbare programma's zijn of haar... politiek correcte verhaal doet, wanneer gaat hij nou zeggen, dankjewel voor jouw bijdrage? Want ik denk dan, we zijn toch, als het goed is, voor dezelfde goede zaak aan het strijden. En het verschil tussen erin of eruit, dat is dus heel erg groot. Ja. Want er is geen professional
die waardering heeft voor wat ik hier doe. Want ik hoor niet meer bij de club. Nee, precies. Ik ben blij dat ik uit het hokje ben. En tegelijkertijd denk ik, ja, het zat toch vast zo uit het hokje. Nog een keer zeggen, goed gedaan, jongen. Want ik wil natuurlijk gewoon graag bevestiging. Nou ja, super, super. Hey, maar wat is er nodig voor die zorg? Weet je dat? Heb je daar een idee van? Wat moet er? Nou ja, kijk, het volgende boek. Want ik ben natuurlijk een man met een missie. Dat was ik al, maar dat word ik steeds meer. Ja. Het volgende boek gaat Gevoelige Zielen heten. Hmm. En dat gaat over de mensen achter de zorgverlener. Ja. Omdat ik wil verder met het ontmantelen van die professionele distantie. Waarom? Omdat die mensen die in de zorg werken zijn allemaal zachte mensen. Zijn allemaal mensen met veel oud zeer. Ja. En als je veel oud zeer hebt, dan is de makkelijkste coping dat je dan maar andere mensen gaat proberen te geven wat je zelf zo gemist hebt. Ja, ja. En dat is helemaal oké. Dat is het Florence Nightingale syndroom. Dat is ongeveer de oerversie. Ja. Maar hoe lekker is het als je dan in je werk gewoon mee kan nemen dat je iemand probeert iets te geven wat je zelf ook zo gemist hebt. Dan wordt het werk veel bevredigender voor jouzelf. Want terwijl je aan het werk bent, ben je ook als mens aan het ontwikkelen. En die mensen die je aan het helpen bent, die begrijpen ook waarom je betrokken en bevlogen bent bij wat hen kwelt. Ja, ik zie wel een beetje een link tussen hoe de reguliere zorg die mensen dan opvoedt, hè, met al die goede bedoelingen misschien wel. En toch weer, er zit ook een soort van kilheid in die ik weer ook terugzie bij onze ouders en onze voorouders of zo. Er is een soort behoefte aan het niet voelen, het niet ervaren. Ze denken aan overlevingsmechanismen. Ja, het is gewoon een dissociatie natuurlijk. Nou ja, het is in het verlengde van de welvaart van de jaren 70, 80, vorige eeuw. Is het productdenken gegroeid. Dus onze ouders die het allemaal veel minder goed hadden dan wij, die wilden eigenlijk alles zelf zoveel mogelijk kopen, maar die wilden ook voor ons zoveel mogelijk kopen. Dus als je meer hebt, dan ben ik gelukkig. Welvaart koppelen aan producten, dat is 40, 50 jaar geleden misgegaan. En nou ja, waar we het nu over hebben, is eigenlijk over welbevinden. Hm. En welbevinden kun je niet kopen. Kun je wel ontwikkelen, maar dan moet je naar binnen. Ja. Dan moet je niet zeggen, is er een app voor? Ja. 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 En die boeven van Apple, die stoppen een gezondheidsapp in je telefoon. Ze gaan je hartslag registreren, hoeveel passie je loopt. En je denkt toch niet dat ze willen dat jij gezonder wordt? Ze willen alleen maar dat je nog meer op je telefoon zit. Dus dit is het zoveelste trucje om jou bij je telefoon te houden. Maar welbevinden is dat je je telefoon in de hoek flikkert. Ja. En je gaat verbinden met de mensen waarmee je onder één dak woont. Ja. En dan zie je mensen op vakantie. Het is te treurig voor woorden. Gewoon gezinnen op vakantie. Zit er een vader en een moeder en twee kinderen. Die zitten ergens te eten. Onder de Portugese zon. Die zitten alle vier op een scherm te staren. Ze kijken elkaar niet aan. Het is totale armoede. En dit gaat ons niet verder brengen. Nee, dit gaat ons nekken. Ja. En dan zijn we ook nog bezig om dit te exporteren naar Mars en dat soort dingen. Maar toch wel even terug naar Klein, naar jou. Oud-zeer. Ik had het idee nogmaals dat jij inderdaad, hè, dus je jeugd heeft je gevormd. Nou, daar reageer je op. Je gaat iets doen, je gaat iets laten zien. En dan kom je op een zekere leeftijd dat toch dat wat er ooit oud-zeer was, dat dan weer naar boven komt. Ja, kijk, waar het ook mee te maken heeft is Dat op een dag het muntje valt. En het muntje valt, dat klinkt een beetje alsof het een acuut moment is. Dat is niet zo. Maar dat je op een gegeven moment gaat zien dat wat je in het leven aan het doen bent heel vaak niet leidt naar het verlangen wat daaronder ligt. En in mijn leven was het eigenlijk heel simpel. Ik wilde graag gezien worden en erbij horen. En dat is allemaal heel goed verklaarbaar en begrijpelijk vanuit mijn jeugd. Ja. Maar ik was dus de hele tijd bezig met zie mij, zie mij, zie mij. Dus ik, als er een camera was, dook ik er bovenop. Ik word gezien, ja, ik word gefilmd, ik ben in beeld. Ja. Maar dat hielp niet, want ik werd natuurlijk niet gezien. Dus ik deed mijn rolletje. Ja. Maar kleine Bram met zijn kinderlijke behoeftes, die was wel... Er was een volwassen man in beeld, maar dat vintje wat daarin verstopt zat, kwam natuurlijk niet in beeld. Nee. Nou ja, dus op een gegeven moment stel je vast dat het niet werkt.
En stel je vast dat je een stap terug moet doen. Namelijk, om te beginnen, moet je jezelf oké vinden. Nou, dat is echt wel een klusje. Ja. En daar ben ik nog iedere dag mee bezig. En voor het oog van de wereld lijkt het soms best aardig. Het boek heeft succes, weet je wel. Maar nog steeds ben ik natuurlijk iedere dag aan het twijfelen. Doe ik er wel toe? En heb ik dus last van dat de autoriteiten nog niet hebben gezegd dat het boek goed is. Dus ik eigenlijk nog steeds die bevestiging en goedkeuring. Ja, natuurlijk, ja. Ja, en dat gaat niet meer over. Want ik kan wel zeggen dat het een goed boek is, maar... Ben ik blij en dankbaar dat je dat zegt? Dat meen ik echt. Dus ik kan dat laten binnenkomen. Vroeger zou ik zeggen, ja, wie ben jij helemaal in Amerongen met je spirituele werk? Weet je wat? Ging ik dat disqualificeren ook, dat compliment? Omdat ik kon het gewoon ook niet geloven. Het is een aardige man en die vindt mijn boek goed. Weet je, dat was ik niet. En nu kan ik het compliment aanvaarden. Maar het is nog steeds niet goed genoeg, want ik wil nog steeds meer erkenning. Tuurlijk. En dat meer media... Dat niets oplost, dat heb ik wel begrepen. Dus ik kan wel meedoen aan zo'n ego-programma als Wie is de Mol of zo. Dan ben je nog meer in beeld. Ja. Maar dat verbind je niet met je onderliggende ding. En dat is toch... Kijk, dat vind je nou eens. Totaal herkenbaar. Ik bedoel, ik ben al een hele leven aan het strijden om mezelf het gevoel te geven dat ik het waard ben. Ja, dat. En daarom zijn wij van hetzelfde soort. Dus jij, toen ik binnenkwam, zei jij, we zijn heel andere types. Nee, we zijn helemaal niet. We zijn precies hetzelfde. Alleen de verpakking, die verschilt. Dus we zijn het eens dat onze verpakking verschilt. Ja. Maar we zijn hetzelfde. Ja, voor ons overlevingsmechanisme misschien. Tuurlijk, ja. Nou ja, ik heb al 25 jaar een bedrijf en dat gaat hartstikke goed. En dan zeggen mensen, joh, hè, trots, genieten van dit en dat. En ik zou niet eens weten hoe je dat dan voelt of zo. Hoe moet dat genieten? Ja. En, maar ik heb dan kleine dingen. Ik heb dan bijvoorbeeld, ik ben dan helemaal trots als ik mijn bedrijfslogo op een t-shirt heb of zo. Ja. Weet je, of als ik iets fysieks heb. Ja. Maar goed. Maar wat? Maar hoe kijk, het is altijd... En echt nogmaals, dat de natuurwet van de loodgieter en de lekkende kraan. Hoe groter de behoefte aan aandacht of om gezien te worden, hoe gekker de mensen gaan doen. Ja, ja, ja. Dus de mensen bovenop de apenrots, die zijn van binnen het treurigst. Ja, He, ja. Dus dat kunnen we nu allemaal duiden als het syndroom van Matthijs van Nieuwkerk. Ja. He, wat is de andere kant? Want dan sta je op de top van de Olympus. En eigenlijk zeg je, ja, ik ben op zoek naar een hogere berg. Ja, ja. Maar wat is, wat weet jij wat het zou zijn? Wat jou het gevoel zou geven van, hey, nu voel ik mezelf gezien? Of... Oh, dat weet ik precies. Dat is op een onbewoond eiland zijn met je geliefde. En dat de rest van de wereld overbodig is. Ga dat maar eens regelen. Dan voel jij je gezien? Ik snap het niet. Nee, maar dan dat dan alles goed is. Dat genoeg is. Dat je dus ook je telefoon niet meer nodig hebt. Dat je gewoon daar bent met iemand waar je helemaal verbonden mee bent. Waardoor ook de behoefte aan de rest van de wereld... Nou ja, je kinderen moeten er eigenlijk ook mee, maar goed... Maar wacht even. Dat je in een liefdesrelatie bent met iemand waar je zo verbonden mee bent, dat de rest bijzaak is, zeg maar. Dan ben je nog wel met buiten... Nou ja, goed, je hebt over verbinding, hè? Je bent met dingen dan buiten. Je hebt een eiland nodig en een partner. Misschien nee, ik heb geen eiland nodig. Onbewoond eiland. Ik heb het niet meer nodig om het op Instagram te zetten, het plaatje. Dus oké. Okay, maar... Het gaat over de... Over de ontkoppeling, over dat je gaat naar iets tijdloos. En dat onbewoonde eiland, dat is alle tijden hetzelfde. Dus het is eigenlijk een beetje een metafoor. Dus je bent niet meer in 2023. Je bent ergens waar de tijd bij wijze van spreken stilstaat. En dat kan en dat mag, omdat jouw behoeftes niet groter en breder en dieper zijn dan dat moment met jouw geliefde. Ja, nee, ik snap hem. En mijn vervolgvraag is, als ik dan het woord verbinding hoor, wat in jou, waar zou je in jezelf mee kunnen verbinden om dat gevoel te ervaren? Nou, kijk, de meeste mensen slaan de verbinding met zichzelf over, dus die zijn heel erg druk bezig om zich te verbinden met anderen. Ik ook hoor. Maar ik denk dat het cruciaal is dat
je eerst met jezelf verbindt. En als dat een beetje lukt, dan kan je uitreiken naar een ander. En dit is de metafoor van het vliegtuig dat neerstort in het zuurstofmasker. Wij weten allebei dat we eerst ons eigen kapje op moeten zetten. Maar je zit met je kind in dat vliegtuig, het vliegtuig stort neer. En je gaat 100% eerst je kind het kapje opduwen. Je denkt, die van mij komt later wel. En daar gaat het mis. Als je echt met jezelf verbonden bent, dan weet je dat het echt van belang is dat je eerst dat zuurstofkapje op je eigen gezicht zet. Omdat als je goed voor jezelf hebt gezorgd, dan kun je goed voor anderen zorgen. En daar komen we weer terug bij die zorgprofessional. Die zorgprofessional die heeft niet begrepen dat het eigen zuurstofkapje, dat dat dan alles vooraf gaat. Die slaat het over. Ja, ik vraag het aan jou. Hè? Omdat ik denk, als jij het antwoord vindt, dan kan ik daar ook wat van leren. Nee, maar het antwoord is in ons. Dus jij kan het antwoord vinden in jezelf en ik ook. En hopelijk vinden we het, omdat we daarna ook andere mensen meer te bieden hebben. Ja. Maar als je steeds jezelf overslaat, dat is weer die professionele distantie, dan kom je niet in de hulpverlenersgedaante dat je iets te geven hebt wat niet verwijst naar je eigen tekort. En dan kom je natuurlijk bij de echt grote geest in deze wereld. Nelson Mandela vind ik voor mijzelf is dat nog steeds de meest inspirerende figuur. Want die gaf de hele tijd maar iets. Ja, maar zonder dat er een behoefte van hem invoelbaar was. Ja, wacht even voordat ik hem kwijt ben. Hè. En dat is waarschijnlijk al te laat. Ah, shit. Het antwoord in jezelf, zoeken in jezelf, verbinden met jezelf. Alvorens, daar op dat spoor zaten we en toen... Ja, precies. Toen dacht Stefan, huh? Ik had even een moment van verlichting en dat... Jij begint over Nelson Mandela, ja, denk ik, oh ja. Nee, waar het over ging was... jij komt met Nelson Mandela, dus ik denk van... Je gaat heel, heel groot meteen denken en ik wil terug naar heel klein, hè? Ja, maar... Nee, kijk, dat was het. De vraag is... Hè, zoek de Nelson Mandela in jezelf. Dus iemand die iets wil geven... Niet omdat hij iets nodig heeft. Ja. En kijk, ja, precies, onze wereld... Hè, de wereld van Jaap, die wereld, is vergeven van goeroes. Ja. En die goeroes die prediken dat we niet te veel ego moeten hebben. Ja. En waarom doen ze dat? Omdat ze zelf natuurlijk enorm struggelen met hun ego. Ja. Kijk Tony Robbins op Netflix, I'm Not Your Guru. Dat is de ultieme paradoxale film. Want hij zegt dat hij het niet is of niet wil zijn. En alles ademt guru. Oh, ja. En tegelijkertijd zie je dat die man een waanzinnig talent heeft om te verbinden. Ja. Met de andere, met zijn gesprekspartner, met de man of vrouw tegenover. Ja. Ik wou dat ik het zo goed kon als Tony Robbins. Ja, dat doet hij prachtig. Maar de vraag is wel of hij nou eigenlijk die verbinding met zichzelf op orde heeft. Ik denk het niet, want hij moet duizenden mensen duizenden euro's laten betalen. Dus hij heeft toch nog het idee dat zijn piemel het beter doet als hij rijk is. Weet je, er zit toch altijd een enorme ego-component. Ja, zeker. Nou, misschien zou het beter zijn, minder ego, als hij zegt, I am your guru. He, om het maar gewoon op tafel te gooien. Ik heb een vraag weer terug en nou ja, was minder groot dan ik nu bedenk. Maar je had het jammer. Over. Ja, het was geen verlichting hoor. Maar je had het over dat mensen dan in de zorgprofessional komen en daar zonder gevoel moeten werken. En ik denk dat het misschien ook andersom is dat we, dat we plekken zoeken waar we onszelf niet in ons kwetsbare gedeelte hoeven te ontdekken. Ik zie. Ja. Kijk, dat is het prachtige Engelse. Gezegd de hiding in full sight. Dus er staan heel veel angstige mensen op een podium. Ja, ja, ja. Heel veel cabaretiers lijden aan angstklachten en zijn verslaafd. En verslaafde mensen zijn altijd angstige mensen. Dus het is heel interessant dat je dus op het podium klimt, terwijl je onderliggend heel angstig bent. Ja. En de vraag is, als je nou naar die angst toe kan bewegen, heb je dan het podium nog nodig? Ja. Nou, ik ben daar ook niet, want ik klim ook op het podium. Maar ik ben wel ondertussen op het punt dat ik durf te zeggen dat ik een heel bang jongetje ben. Ja. Terwijl een paar jaar geleden zei ik, nou, ik ben ergens bang voor. Nou ja, jij durft op dat podium te stappen met dat kleine jongetje. Ja, en kijk, als er iets hoopgevend is de afgelopen jaren,
is het dat kwetsbaarheid ook kracht kan zijn. En dat is misschien wel het belangrijkste waarin ik mensen zou willen aanmoedigen. Dat gaan staan voor je kwetsbaarheid eigenlijk altijd wel goed wordt ontvangen. Want we zijn natuurlijk in een wereld beland waar iedereen zich onkwetsbaar voordoet. Maar mensen het ook wel fijn vinden. Ja, dat je geen geheim maakt van je kwetsbaarheid. Nee, precies. Dan zit er iemand erover en die gaat zich dan verontschuldigen dat hij al 30 jaar met dezelfde partner is. En dan zeg ik oprecht, ik wou dat het mij gelukt was. ik kan het niet. Ik hou niet vol. Dus ga er niet boven hangen, ga niet oordelen, maar verbind je dat mensen zich voor zoiets zouden hoeven schamen. Dat is toch God geklaagd. Dat gebeurt. Ja, echt waar. Oh. Ja, ik woon al mijn hele leven in hetzelfde dorp. Oh ja, nou, dan doe je iets heel erg goed. Ja, want vroeger woonde iedereen zijn hele leven in hetzelfde dorp. Ik wou dat ik mijn hele leven in hetzelfde dorp had gewoond. Ja, oh, wat goed. Ja, daar schaam ik me ook voor. Ik ben de provincie Utrecht niet uit geweest. Dat is toch goed? Als het goed voor jou is. Als kind, als tiener wilde ik in New York eindigen. Zit ik in een dorp naast waar ik opgegroeid ben. Maar goed, Bram. Ik denk dat we de laatste vraag gaan stellen. Of de ene laatste vraag is altijd waar hebben. Ja, na een uur is het altijd op, hè? Ja. Bij mij wel. Welke vraag ben ik vergeten te stellen? Nou, we kunnen nog een beetje in het verlengde van het boek. En dat delen wij, maar dat moeten we maar blijven benadrukken. Als we ons beter willen voelen, en dat willen we allemaal, of we willen ons welbevinden dienen, dan moeten we uit ons hoofd en dan moeten we in het lichaam. En dan ga je alles wat je doet aanvliegen vanuit je lichaam, je gevoel. Want om te beginnen zijn we voelende dieren, zoogdieren, die kunnen nadenken over wat ze voelen. Maar om te beginnen, zoogdieren die voelen. En de missie achter dat boek is ook wel, jongens, kom op, laten we het gevoel gewoon weer echt als vertrekpunt nemen. Niet ons verstand, maar ons gevoel. Het is allemaal een beetje sloom, een beetje ouderwets. En we hebben allemaal geen tijd voor, omdat we allemaal zo goed en snel kunnen denken. Ja. Maar duik je lichaam in. Ja, oh, mooi, mooi gezegd. Nou ja, je hebt het over zoogdieren. Hè? Het is ook misschien best wel lastig als zoogdier om ook gewoon een verstand, een vermogen te hebben om... Ik bedoel, geen ander zoogdier doet het ons na. Hè? Dus dat is sowieso wel een uitdaging. En gevoel en verstand. Ja, maar klop jezelf nou niet op de borst en ga eens een keer een etmaal heel aandachtig naar je huisdier kijken en over nadenken wat je van dat huisdier kan leren. Ja. Nou, dan ga je om te beginnen heel veel rustiger leven. Dan ga je veel meer slapen, veel meer dom voor je uitkijken. En Wij waren natuurlijk veel meer als onze huisdieren. Dus de wereld is met ons aan de haal gegaan. Ja. En daardoor zijn we beland waar we nu zijn. En het is natuurlijk niet best. Weet je, we hoeven het niet over het milieu te hebben. Maar het hangt er wel mee samen. De CO2-uitstoot is wel een uiting van het productdenken en het niet voelen wat goed voor je is. Ja. Nou ja, heel stiekem heb ik het idee dat ik te strijden voer tegen het kapitalisme. Hè, wat we op alle velden eigenlijk zien als systeem wat niet meer hanteerbaar is. Nee, het kapitalisme is een rationeel product. Ja. En ga echt niet beweren dat het niet ook voordelen heeft. Maar het is geen gevoelsproduct. En gevoel is geen product. Hmm. Amen. Mooi. Laatste vraag. Wat maakt een goed therapeut? Nou ja, ik denk... Kijk, uiteindelijk, een goede therapeut is net zoiets als een goede rode wijn. Lang laten liggen. kijk, het mooie aan ouder worden is je levenservaring. Dus wat maakt een goede therapeut? Iemand die snel patronen herkent, die snapt van... Oh, daar zit het. En jij bent nog je vraag aan het formuleren. En ik weet het al. Maar dat vereist dat je open staat. Dat je lichaamstaal kan lezen. Dat je verbindt met de binnenwereld tegenover je. Hmm. Nou, dat vereist... Nu ga ik mezelf herhalen. Daarom is het goed dat de laatste vraag is. Dat vereist dat je eigen binnenwereld schoon is. Ja. En dat zie je dan die Tony Robbins wel weer doen. Hij zorgt actief dat hij helemaal leeg is. Ja. Want dan kan hij een goede therapeut zijn.
En als ik hier vanochtend binnenstap na een gruwelijke ruzie met mijn 23ste echtgenote, dan gaat het niet veel worden vandaag. Nee. Oké. Mooi. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Voor het platform. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruyter. Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.